Goedenavond allemaal op deze 4 december inmiddels, de dag voor pakjesavond. Ik vind het een hele leuke tijd, ik hoop jullie ook. En ik heb echt super veel plezier gehad met deze bingo. En nog steeds, want we zijn er nog niet. We hebben nog één bingoavond te gaan. Ik heb nog hier het Sinterklaaszakje. Daar zitten nog 20 woordjes in. En die ga ik vanavond allemaal trekken. Dus hoe dan ook gaat vanavond de bingo vallen. Super spannend. Ja, veel meer hoef ik er niet meer over te zeggen, denk ik. We zijn gisteren gestopt toen de prijs met de 3 rijtjes al even gevallen was. En we hebben nog een aantal woordjes kunnen trekken. Maar niemand had de bingo. Dus daar gaan we vanavond mee verder. Ik wens jullie allemaal super veel succes. Pak er weer lekker een koffietje of een theetje bij. Of gewoon lekker een wijntje. Dat mag natuurlijk ook. Of wat je dan ook wil. Maak er een leuke gezellige avond van. En ik hoop dat, dat jullie het lekker spannend vinden. Want dat is de bedoeling. En we gaan eens kijken. Doeg! Ja, daar is hij weer jongens. Het grote, nee, het kleine Sinterklaas zakje met de resterende 20 kaartjes. Ze zitten er echt allemaal in. Het ziet er misschien niet zo uit, maar het zijn nog 20 woordjes die hierin zitten. Waarmee sowieso de bingo gaat vallen vanavond. En dat kan al nadat er 2 kaartjes getrokken heb gebeurd zijn. En dat kan ook zo zijn dat we gewoon 20 kaartjes moeten trekken. Denk ik. Weet ik eigenlijk niet precies hoe dat met de bingo zit. Of dat. Ja, volgens mij kan dat. Dat ik gewoon alles moet trekken. Maar goed, ik verwacht niet dat ik ze alle 20 moet gaan trekken. Ik verwacht wel dat ik er nog wat meer dan 1 of 2 moet trekken. Want er zijn wel een paar mensen dicht bij de bingo. Maar ik zit even te denken of dat iemand. Ik weet het niet meer of dat iemand er nou 1 of 2 heeft al. Maar ik verwacht niet dat we nu al een bingo gaan krijgen. Maar maakt het er voor jullie niet minder spannend op. Want als je het woordje wat ik nu in mijn hand heb, als je dat woordje hebt, dan wordt het natuurlijk wel erg spannend allemaal. Want dan kom jij, neem ik aan, steeds dichter bij de bingo. En we hebben gisteren de prijs gezien. Het is echt een groot pakket. Ik heb echt, al zeg ik het zelf, leuke grote prijzen samengesteld voor jullie. Omdat ik ook echt wilde dat jullie, nou ja, het echt een leuke, spannende bingo zouden vinden. Dus ik hoop dat dat ook zo is. Hier komt het woordje aan. Het woordje is ski. Ski. Ik ga een beetje verder inzoomen voor jullie. Oh, dan zit ik weer met dat zoomen. Ja. En dan gaan we even controleren, jongens. Streep hem door als je hem hebt. Yes, lieve mensen. Ik heb het antwoord en het betekent dat de bingo nog niet gevallen is. Ik was wel iets vergeten te zeggen natuurlijk. En dat is dat je bij het eerste woordje weer, omdat we weer op een nieuwe avond gestart zijn, weer als je dit woordje hebt, dus die heb je net weg mogen strepen, dan heb je bij deze een kortingsbon van 5% gewonnen voor in de webwinkel. Dus gefeliciteerd. Dan gaan we nog een woordje trekken en als je die ook hebt, dan vervalt jouw 5% kortingsbon, maar dan krijg je een 10% kortingsbon. Dus we gaan voor woordje nummer 2. En dat is winter. Winter. Volgens mij is I love winter ook nog een hokje. Maar je moet echt het woord winter hebben. Dus kijk maar even of je hem hebt. Oké, jongens, ik heb het gecontroleerd. En de bingo is nog niet gevallen. Dus we gaan door. Het was wel voor een aantal mensen toch wel steeds spannender. Voor jullie allemaal denk ik wel. Maar als je er heel dichtbij zit, dan kan ik me voorstellen dat je het extra spannend vindt. Het derde woord van de avond is Frosty. Frosty. Nou, even checken maar weer. Oké, jongens. Ik heb het weer gecheckt. En het wordt echt spannend. Een aantal mensen hoeven er nu echt nog maar 1. Maar hij is nu nog niet gevallen in ieder geval. Dus we gaan door met het volgende woord. En dat is het woord roe. Roe. Nou, dan gaan we die maar weer even checken. Lieve mensen, ik heb het antwoord. En de bingo is niet gevallen. Dus we gaan weer verder met het vijfde woord van de avond. En dat woord is koud. Koud. Nou, maar weer even controleren.
Oké, we hebben 5 woorden getrokken deze avond en de bingo is nog steeds niet gevallen. Dus we gaan verder. Ik vind het wel leuk dat het nog even lekker spannend blijft in plaats van dat we echt meteen de bingo hebben. Dus ik neem het volgende woord en het volgende woord is sneeuwlaars. Sneeuwlaars. Afstrepen maar. Oké, jongens, met het woord sneeuwlaars is de bingo nog niet gevallen. Dus we gaan door naar de volgende. Ik heb wel gezien dat er een aantal mensen nog, of een paar volgens mij, hetzelfde woord moeten. En ik dacht eigenlijk dat dat met bingo niet kon, maar dat kan dus blijkbaar wel. Dus het kan zijn dat er meerdere bingo's nog vallen. Dus dat maakt het misschien nog wel des te spannender. Of misschien ook niet, ik weet het eigenlijk niet. Ik vind het zelf wel jammer, want ik had eigenlijk verwacht dat er sowieso maar 1 bingo zou vallen. En dat hoop ik stiekem ook nog wel, want dat, ik vind het wel leuk als er gewoon echt 1 winnaar uitkomt. Maar goed, als er een dubbele bingo valt, dan gaan we gewoon een dubbele bingo prijs maken. Dat maakt niet zoveel uit. Dan vind ik gewoon dat dat dan ook moet. We gaan in ieder geval door naar het volgende woordje. En dat is Jezus. Jezus. En met het woord Jezus, jongens en meiden, is de bingo nog niet gevallen. Dus we gaan nog steeds verder. En ik pak het volgende kaartje eruit. En het volgende kaartje is I love winter. I love winter. Gaat dat leiden tot de bingo? En ik heb het gecontroleerd voor I love winter. Ik hoop jullie ook en dat je hem afgestreept hebt. En de vraag is natuurlijk, heeft iemand daarmee zijn kaart vol en is dus de bingo gevallen? Het antwoord op die vraag is nee, nog steeds niet. Dus we gaan verder met het volgende kaartje. En dit is nummer 9, zeg ik dat goed? Ja. Nummer 9 van de 4e bingoavond. En dat is speelgoed. Het woord is speelgoed. Nou, maar weer even checken, jongens. Ik ben terug en de grote vraag is natuurlijk, is met het woord speelgoed de bingo gevallen? En het antwoord op die vraag is, ja, hij is gevallen, jongens. Met het woord speelgoed heeft iemand zijn kaartje vol gekregen en is dus de bingo gevallen. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Ja, hartelijk gefeliciteerd allemaal natuurlijk. Iedereen die een prijs heeft gewonnen deze bingo. Allemaal nogmaals hartelijk gefeliciteerd. Maar natuurlijk zeker degene die de echte bingo heeft gewonnen. Ik hoop natuurlijk dat dat een persoon is die op dit moment live meekijkt. En dat die nou ook allemaal heel groot in scherm. Of nou ja, ik weet niet dat die persoon dat kan. Maar in ieder geval met de chatfunctie als het lukt. Heel groot neerzet. Bingo, bingo, bingo. Want dan weten we ook allemaal meteen wie er gewonnen heeft. Ik weet dat nu ook nog niet. Maar dat komt vanzelf goed. We gaan het gewoon eventjes allemaal weer checken natuurlijk. Hij is in ieder geval gevallen. Ik ga jullie nog even omdraaien trouwens en even afscheid nemen. En nog eventjes de winnaar of de winnares, denk ik, feliciteren natuurlijk. Ja hoor, daar ben ik weer. Hallo. Nou, hartelijk gefeliciteerd wie je dan ook bent met jouw gewonnen prijs. Het is echt een mooie prijs. Ik hoop ook echt dat je iemand bent die actief mee heeft gedaan, dus dat er iemand nou echt lekker aan het springen is thuis van yes, ik heb de bingo gewonnen. Voor alle mensen die een prijs hebben gewonnen, vergeet niet om even binnen 48 uur een mailtje te sturen naar info@inthepocketdesign.nl om even te laten weten dat je die prijs gewonnen hebt, welke prijs, en dan ga ik het even controleren of dat het ook klopt. En dan wordt het allemaal volgende week via de mail verzonden. Kortingsbonnen worden via de mail verzonden en de andere prijzen natuurlijk via de post. Dan wordt het allemaal volgende week geregeld. Nou, ik vond het echt super leuk. Ik heb trouwens nog even gekeken, even gecheckt voor de zekerheid. Er is maar 1 bingo gevallen, dus er waren niet meerdere mensen die een bingo hadden met het laatste woord. En het is ook allemaal op een ander iemand gevallen. Dus alle prijzen zijn op iemand anders gevallen. Dus ik ben persoonlijk super tevreden met het resultaat. Ik vind het leuk dat we er toch 4 avonden over hebben gedaan. Want dat heeft het voor jullie denk ik extra spannend gemaakt. En dat was ook wel een beetje de bedoeling eerlijk gezegd. En voor mij ook wel natuurlijk. En daarnaast vind ik het ook prima dat het zo dan met de prijs een beetje uitgespreid is. En dat we nu dus inderdaad bijna op het laatste moment de bingo hebben. Want ik had echt nog maar een paar kaartjes. Of nou ja,
ik denk een stuk of 10, ik weet het nu even niet meer, maar echt niet veel meer in het zakje zitten. Dus voor heel veel mensen is het denk ik heel spannend geworden. Er waren er ook nog wel een aantal die echt nog wel een aantal woorden moesten, zag ik net met het controleren. Maar ja, je hebt geluk of je hebt pech. En zeker met spelletjes natuurlijk. En misschien heb je wel een kortingsbon of zo gewonnen. En anders dan komt er vast wel weer een andere leuke actie of wat dan ook. Nogmaals hartelijk gefeliciteerd voor iedereen die gewonnen heeft. En hartstikke bedankt voor iedereen die mee heeft gedaan. Ik vind het echt superleuk hoe enthousiast jullie hier allemaal op reageren. Daar krijg ik ook weer echt positieve en leuke energie van. Dus ik vind het echt. Ik vond het heel leuk om te doen. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om mee te doen. En ik wens jullie hele fijne dagen. Hele fijne pakjes middagavond als je die morgen nog te goed hebt. En als je kerst viert natuurlijk ook hele fijne kerst. Ondanks alle omstandigheden hoop ik dat iedereen toch fijne dagen heeft met de mensen om zich heen. Voor nu heb ik dan verder niks meer te zeggen. Dan ga ik afscheid van jullie nemen en dan hopelijk tot snel allemaal weer op YouTube in een ander filmpje of wat dan ook. Fijne avond allemaal. Doei!